Welkom dames en heren op Camp Nou. Iedereen gaat er maar vanuit dat ze hier vandaag gaan winnen, Jury. Maar de wedstrijd moet natuurlijk nog wel even gespeeld worden. Ja, in voetbal weet je het nooit, want je kunt de tegenstander wel eens gaan onderschatten. De scheidsrechter van vandaag staat erom bekend dat hij behoorlijk streng is, Jury. Ja, hij zal ze meteen kort proberen te houden. Piqué. David Villa. Goede opbouw, prima paas. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding derhalve. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Een schermutseling om de bal. Messi. Nu wordt het oppassen geblazen, want hij schiet ze. Nou, dat was toch een enorme kans hoor. Alleen op de keeper af. Maar ja, die laatste trekt aan het langst end. Ja, dat had hij anders moeten doen. Zo'n bal moet er gewoon in. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Goed afgespeeld die bal hoor. Dit is het. Dat is een kansrijke paas. Stop de eerste. Balbezit voor Barcelona met de inworp. Ja, en nu? En doelpunt! Prima onderschepping daar. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Bonitis. Diop. Perfect over de flank gepaast. Francis. Ignacio Muniz Vilate fluit voor een overtreding. Piqué. Xavi. Deze man is in mijn ogen de ultieme spelverdeler. De droom van elke aanvaller. Hij gaat er vandoor. En wie stopt hem? Hij is razendsnel. Daar gaat dan het balbezit. En ze moeten er weer achteraan. Goeie actie daar bij de zijlijn. Bakir Çoklu. Bonitis. Houdt die bal bezit? Messi aan de bal. Wat kunnen we vandaag van hem verwachten, Jury? Deze jongen geeft altijd alles in de aanval. Zijn medespelers kunnen hem altijd aanspelen. Wat een fantastische bal was dat, zeg, van die Fabregas. En wat een inzicht. Dat kun je wel zeggen, Evert. Hij ziet alles en weet waar de bal heen moet. Jammer dat hij er niet in ging. En Barcelona mag het gaan proberen met de ingooi. Met weer de bal en terug. Ja, en nu? Raakt, hij zit. Francis tikt hem door met een hakje. Osmar speelt de bal weer terug. Nee jongen, dat is geen goede paas. Dat wordt een neerworp voor de tegenpartij.
Balbezit voor Barcelona met de inworp. Fabregas. Xavi. Ineens genomen. Terug in het veld via de paal. De eerste 45 minuten zitten erop. De ploeg die voorstaat gaat wisselen. Met een verse kracht blijven ze denk ik makkelijker aan de leiding. De rust is voorbij en iedereen zoekt weer een plaatsje in het Camp Nou stadion. Messi heeft hem. Ja, en nu? Er komt weer een doelpunt. Deze keeper speelt een puikerpartij, zeg. Inderdaad, hij laat geen bal door. Die mocht hij echt niet doorlaten. Piqué. Ja, de paas belandt bij een ploeggenoot. Als hij deze toch mist. Ja, en nu? Bal komt terug. Mooi doorgekopt hoor. Iniesta ontwijkt hier en daar een tackle en blijft in balbezit. Nee, die bal komt niet aan. Daar wordt een stokje voor gestoken. Hij ging voor zijn tweede, maar de keeper werkt daar niet aan mee. Nee, dat was goed gedaan door de keeper. Wie loopt er tegen die bal aan? Goed opgebouwd. Het schot smoort ergens in de verdediging. Gaat op het doel af. Hij zit erin. Ze dachten dat ze nog even terugkwamen, maar vergeet het maar hoor. Nee, want nu helpt Barcelona ze definitief uit de droom. Ah, tegen zo'n overmacht zijn ze natuurlijk ook niet opgewassen. Een mooie actie, helemaal in zijn eentje. Zelf afgemaakt ook. Bakircioglu. Goed onderschept hoor door Lionel Messi. Probeert het. En weer een doelpunt. Het begint te wennen. En daar is nummertje 2 van deze speler. Het lijkt hem geen enkele moeite te kosten. Zag je dat, Evert? Hij liet die tegenstander staan alsof ze er niet stonden. Hij loopt het hele veld over en hij scoorde ook nog. Echt, spannend zal het vandaag niet worden. Gaat dit hem worden? Wie kan er iets met die voorzet? Wie? En nog een doelpunt. Krijgt het voor elkaar. Scoort 3 keer en zet daarmee een fantastische hat-trick op zijn naam. En dat is een goal met het hoofd deze keer. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. Er wordt vandaag gespeeld in het Nou Estadi del Voetbalclub Barcelona. Kortweg genoemd, Camp Nou. Ja, een schitterende voetbaltempel. De scheidsrechter beslist. Buitenspel. Een dubbele wissel. De trainer is niet tevreden. Monitis. Die bal gaat het. Gaat hij het redden? Dat was een aardige kans, maar ik kop naast. Ja, dat scheelde weinig. Mascherano. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. David Villa zit ertussen. Fabregas zit er goed bij hoor. Wat een snelheid. Die ging hard. De paas was weer uitstekend door. Deze man ziet het altijd goed. Jammer genoeg geen doelpunt. Mooie paas inderdaad. Lionel Messi zit er prima tussen. Oh, hij komt eraan. Dat was gruwelijk mooi. Hij gaat alleen op de keeper af, maar slaagt er niet in om te scoren. Want de keeper steekt er een stokje voor. Goeie redding van die keeper even. Wat heeft hij voor ons in petto? We krijgen een wissel.
David Villa zit ertussen. Bal kwijt in gevaarlijk gebied. Hij doet het. De hoekschop wordt voorbereid. Deze corner komt niet eens bij een medespeler terecht. Oppassen geblazen. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoede. De voorzet is niet goed en de tegenstander gaat er met de bal vandoor. Ja, goed. En nu nog afmaken. Blijft gevaarlijk. Tsiolis. Francis. De bal gaat heen en weer. Loep, zuivere paas. Komt goed aan. Tsiolis. Barcelona wint vandaag de wedstrijd. En wat een vriendschappelijke wedstrijd had moeten worden, dat is toch behoorlijk uit de hand gelopen.